Meneer de voorzitter, we hebben het er in de commissie gisteren nog even over gehad. Ik moet zeggen, ik vind het ook niet vanzelfsprekend om naar een dergelijke receptie te gaan. Ik heb een hekel aan dat sfeertje van ons kent ons en dat staat zeer ver af van de redenen waarom ik aan politiek ben beginnen doen. Maar het is mijn werk en ja, ik vertegenwoordig ook andere mensen en dan moet dat maar. En dat is ook voor u zo. Het is uw job. U vertegenwoordigt daar andere mensen. En ik vind het dus niet zo vanzelfsprekend dat u daar niet naartoe gaat. Meneer de voorzitter, u bent niet de functie. En de functie is veel meer dan uzelf. En als u dat niet gelooft, dan krijgt u eigenlijk zelfs quasi koninklijke allures. En ik veronderstel dat u dat als republikein toch niet wil. Meneer de voorzitter, gelukkig dat de koning nog niet uw systeem van absenties heeft overgenomen. Maar ik vrees vooral voor u dat als u op deze manier met de functie omgaat, dat u wel eens zou kunnen evolueren, en als we het dan toch over koning hebben, van een Jan zonder vrees naar een Jan zonder land. Want er zijn dus heel wat mensen in dit parlement die u dit toch wel enigszins kwalijk nemen. En tenslotte een geruststelling voor u. Ik kan u verzekeren dat de intonatie van de koning en zijn uitspraak eigenlijk wel behoorlijk oké waren.